Dan ga ik recht voor de camera staan. Ga jij er net voor? Dat is een vet shot. Als je zo gaat zitten. Dan schiet je zo. Oh, oh, oh. Zo. Vol in mijn toon. Hoi, lieve, 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 lieve Onderfamilie. Welkom weer bij deze nieuwe Leuk of Beuk. Hoi. Hoi. Wie ben jij? Ik ben Tony. En wat doe jij hier? Ik kreeg een berichtje van iemand dat jij wel een keer Leuk of Meuk met mij wil opnemen. Ja, ik wil wel een keer Leuk of Meuken met jou. En dat is zodanig uit de hand gelopen dat we elkaar nu ook best wel vaak zien. Mm-hmm. En het gezellig hebben met elkaar. Ja. Ja. En toen dachten we, nou, we gaan gewoon die Leuk of Meuk gewoon alsnog een keertje doen. Ik heb een cadeautje voor je. En dat is? Hier. Moet ik het uitpakken? We hebben hier de Bunch O' Balloons Slingshot. Dus dit is een soort katapult. En we hebben heel veel waterballonnen die we straks gaan oppompen. En dan gaan we gewoon elkaar een gevecht houden. We hebben er twee. Ja. Dus we kunnen elkaar straks helemaal gaan afmaken. Dit vind ik echt keihard. Het is tof. En er zitten dus dingetjes in, deze dingen. En dit is een bepaald soort systeem. Daar heb ik eerder een video over gemaakt, maar dat is al een paar jaartjes geleden. We hebben nog heel veel meer waterballonnen gehad. Want we moeten natuurlijk wel even een goed watergevecht houden. Dus we hebben er echt, zeg maar, 300. We hebben er superveel, dus die gaan we straks vullen. We gaan sowieso even testen of dit natuurlijk nog even goed werkt. Dit ding, dit systeem, zorgt er dus voor dat ze er één voor één afvallen als ze zwaar genoeg worden van het water. En dan zitten ze meteen dicht met dat elastiekie. Ja, dat is oprecht heel makkelijk. Nou, laten we het hopen. Ik denk dat we ze maar even gaan uitpakken. Gaan eens even kijken wat erin zit, ja. Hoe het werkt. En, Mag ik het op mijn manier uitpakken? Je mag het straks op jouw manier uitpakken. Oké. Okay. Maar eerst doen we deze video natuurlijk even een hele dikke leuk geven. En abonneer eventjes als je dat nog niet gedaan hebt. Het duurt te lang. Is dit jouw manier om uit te pakken? Dat moet wel netjes zijn. Ja, dat valt me echt wel best mee. Ik dacht, je gaat gewoon echt helemaal terror. Nee, ik ga niet terror. Zo. De Bunch O' Balloon Slingshot is trouwens €19,99 per pakketje. En ik heb hem bij bol.com dus besteld. En linkje ervan staat onder in de beschrijving, zoals gewoonlijk. Goed zo. Gaat het goed? Ja. Hè? Oh, wow. Is dat het? Nee, dit klopt niet. Dit klopt niet. Dit klopt niet, nee. Dan moet hij zo. Oh, ik zie het al. Zo, zo moet hij. Ja, hatsakee. Moet iets meer zo. Ja. Zo? Ja. Oké. Okay. Wow. Ik denk dat we de ballonnen niet te vol moeten doen. Want dan zijn ze wat kleiner, komen ze echt hard aan. Ja, maar dan gaan ze niet spatten. Dan hebben we hier de opzetstukjes. Deze, die hebben we zeker nodig straks voor de tuinslang. Dus die draaien we straks op. En daarop gaat dan zo'n ballondingetje. Dan zet je de kraan aan en dan laat hem zo vol lopen. Ja. Gaan we ook filmen hoe we het zeg maar met de tuinslang doen? Zeker. Oh ja, echt? Het wordt helemaal feest. Het gaat hard hoor. Dit gaat heel hard. Ja. Ja, mama. Dus we gaan, waarin? Naar mijn prachtige tuin. Ja. Oké, daar gaan we. Kom bij. Kijk, dit gaat goed hoor. Jij mag het straks doen. Ben benieuwd. Hey, ik heb lekker. Ja, wat heb ik hier nou aan? Hier, het is alleen maar lek. Dat is kut. Oh, sorry. Oh, oh, kijk. Die zijn wel goed qua formaatjes, toch? Ja, zullen we eens testen bij de buren? Niet bij de buren. Lekker. Ik heb de telefoon voor de zak, hè? Oh. Oké, okay, sorry hiervoor. Oh, wat een deur. Ja, ik heb het niet gedaan. Jij zei dat het moest. Oh, je hebt er wel echt superveel in een hele korte tijd. Je zit allemaal zelf het gaan vullen en zitten knopen. Dan ben je wel even bezig. Ja, zit niet. Toch? Je hebt de neiging om helemaal onder te gooien. Hoor. Nee, niet doen. Maar ik ga het niet we doen. We gaan straks. Straks mag je los. Ik heb nog een soort van respect voor je. Zit je lekker te fietsen? Jullie kunnen praktischere dingen bedenken dan dit. Want er is gewoon niet te sturen. Maar ik ga mijn best doen. Ik ga wel vallen. Je kan gewoon niet sturen, het is heel zwaar. Oh, dit ligt hier dik aan de kak. Nee! Pak of zo. Nogmaals, lieve Dionne, sorry. Alvast. Nou. Mediabal. Ah! Je moet wel oefenen hoor. Ja, ik wil niet. Die was heel eng. Nee! Ik ga hier. Ik vind het heel eng. Hè? Ja. Hoezo? Ja! Ik vind het heel goed!
klap allemaal in mijn hand. Wat eruit, wat eruit. Ik ben zo bang. Nee, 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 dat... Ah! Hij klapt. Niet in mijn gezicht. Zo, zo. Oh, 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 oh. Oh. Lekker. Nou, ze vallen er gewoon uit. Dan ga ik rechts voor de camera staan, jij er net voor. Dat is een vet shot. Als je zo gaat zitten, dan schiet je zo. Oh, 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 zo. Val in mijn tand. Jij mag zo helemaal los op mij. Zet dit broekje in plaats, hoor. Oké, koppen. Koppen, koppen, jij. Oh, camera, camera. Oh. Je gaat niet op mij schieten nu, hij gaat hier komen. Hier, ja. Yes! Ik geef er echt de kans om van dichtbij wraak te nemen. Dit is niet van dichtbij. Dit was net zo ver als net. Het is echt wel eventjes flink pittig dit hoor. Oh, het is best een klap. Het is best even een klappie, maar het werkt wel maar, goed. Oh. Ik doe echt mijn best hier hoor. Alsjeblieft, goed raak. Oh, die was echt heel naar. Nou, het zit allemaal niet meer lekker. Ga maar staan. Ik heb geen genade. Je hebt je kans gehad. Nou. Oké, let op. Ga staan. Nee. Staan. Iets verder naar achter. Dat is ook echt een kleine. Oké. Okay. Wil je rug? Mijn kom. Ah. Oh. Oh. Er zit daar dus iemand op het bankje en ik schiet hem dus in het water. Mm-hmm. En hij ging even rechtop zitten, let op. Doe het nog een keertje. Ja, ik ga hem nog een keer schieten. In het water dan, hè? Oh. Nee. Die ging gewoon naar die mensen toe, hè? Dat was niet de bedoeling, in het water. Ja, ik wilde ook op het water nu schieten. Krijg je ruzie, zo krijg je ruzie, hè? Maar dit was niet de bedoeling, want hij schoot tegen mijn... Tepel. Ja. Oké, dan moeten we wel een beetje oppassen. Ja. Die was wel goed. Serieus. Dat was mijn eerste goede shot van vandaag. Maar hij was eigenlijk mis. Want hij kwam hier. Nou en, dat moet je er niet bij zeggen. Zie je? Oké, dit wordt ook heel eng hoor, want deze gaat heel hoog. Plaats. Oh! Oh. Dit was echt perfect. Ja, hij vindt het nog perfect ook. Zeker niet. Oké, kom maar. Jij mag eerst. Vang dan. Vang nou. Oké, we gaan even testen hoe hoog die inderdaad kan. Ze pretenderen 40 meter. Jij gaat hem volgen? Ja, ik ga hem volgen. Hatsa! Dit is echt... Dat is echt wel 30, 35. Ja, ik kom naar die wijs toe. Hoppa! Op de billen! Geen probleem! Oh, even omdraaien, wacht even. Zo. Ik durf het niet! Nee, ik zou het ook niet durven. Hatsa! Oh, vol op de kop! Jongens, kleintjes werken echt heel goed. Dit is geen deze waterblom te noemen, man. Oh, dit is... De ballonnen zijn op. We gaan weer terug naar huis. En dan gaan we kijken of dit een leuk of een meuk waard is. Precies op het allerlaatste moment ga ik weer in de stront staan, hoor. Oh, ik ruik het er. Oh. Het is heel vies. Gadverdamme. Ik moet kotsen. Oké. Ja, dat doet wel pijn. Maar oké, we moeten dit gaan beoordelen. Wat geven de Bunch O Balloon Slingshot? Oh, het werkt oprecht goed. Ik vond het oprecht leuk. Ik ben 27. Ik ben er goed in. Ja, je bent er ik heb je heel vaak in. Geraakt. Maar het doet wel pijn. Het is wel eventjes pittig. Ja. Maar het ligt er ook aan wie er achter dit ding staat. Hoe kleiner de ballon, hoe harder het ook aankomt. Kom maar. Dus ik zou ze gewoon lekker flink vullen. Want het is vanaf 6 plus. Dus het is best wel voor kleine kindjes. Ik denk dat kleine kinderen ook niet heel hard kunnen schieten. Dus ik vind het op zich ook wel geschikt. Wordt het leuk of wordt het een meuk? Ah, gatsie. Dat gaan wij nu zeggen. Vond je het een leuk of vond je het een meuk? Ik heb het super naar mijn zin gehad en het werkte super goed. Dus ik vond het leuk. Ja, jij vond het leuk. Je kon mij pijn doen. Voorzichtig doen. Maar als je voorzichtig doet, dan geef ik het toch wel echt een hele dik vet leuk. Moet ik ook dan zo doen? Ja. Leuk. Ja. Yeah. Faal. Wil je het één keer voelen? Nee. Eén keer? Nee. Eén keer. Dan, is het mooi afsluiten. Nee, nou, ik echt één keer. Ik deed het ook. Kijk. Nee, maar ik wil dan bij mezelf. Oké, doe maar.
Je kan het nog steeds gewoon niet. Nee, dat was niet raar. Nee. Ja, dus voor deze keer een hele dikke vette leuk. Wil je dit nou hebben, dan staat er een linkje onder in de beschrijving. Daar heb ik het vandaan. Dus het kost €19,99. Dan heb je zo'n ding en heb je een paar van die dingen die je kunt vullen. Want die zijn trouwens ook wel heel erg tof. Niet alleen is de slingshot hartstikke leuk. Er zitten dus ook van die ballonnen bij die je heel snel kunt vullen. Dus je kunt ook heel snel een waterballon gevecht houden. Het ballonnen zijn leuk. Het werkt supergoed. Het schiet goed. 40 meter was niet gelogen. Nee, dat trouwens ook. Ja, dus ik kon hem echt hoog schieten. Maar nogmaals, mijn advies, hou de ballonnen niet te, of maak ze niet te groot. Want dan kan je gewoon harder schieten. Nee. Ja. Of maak ze gewoon wel lekker groot, dan kun je het leuk houden voor elkaar. Oh ja, dat is het verschil tussen een meisje en een jongen. Dus, er komt nu een poll tevoorschijn. Dan kun jij stemmen of jij het een leuk of een meuk waard vindt. Doe dat dus eventjes. En heb je zoiets van, hey Dionne, doe eventjes de volgende keer dit of dat test. Heb je leuke ideeën? Zet het dan eventjes onder in de reacties. Zo, dan moet ik even ademhalen. Dat was hem, hè? Dan zie ik jullie aankomen zondag weer met een hele nieuwe vlog. Tot dan. Dikke doei. Dankjewel. Doedokie. En bedankt voor het kijken. Duimpjes. Oh, en abonneer natuurlijk eventjes op... Tony? Dit vind ik heel ongemakkelijk als ik erbij zit. Nee, dit vind ik ongemakkelijk. Nee, waarom? Oké, ja, ik ben DJ, ik vlieg de hele wereld over en ik heb mijn... Wacht, ik kan me pakken dan daar. In mijn leven neem ik dit ding dus mee. Yep. Ja. Superleuk. Ja, dus abonneer eventjes, ook het linkje staat onder in de beschrijving. Dankjewel dat je mee wilde doen. Ja, dankjewel. Ik ga wel doei zeggen. Ga even wat eten? Ja, ik heb heel veel honger. Doei! Doei! Batterij is leeg.